Zo, we zijn terug. We waren eerder al begonnen over flitsfotografie. Dus de manier waarop dat je je belichting instelt bij flitsfotografie. Dan had ik je beloofd daarop terug te komen in de zin van hoe verbind je nu dergelijke flits, maar ook van die grote studioflitsers, hoe verbind je die nu met een fototoestel? Dus bij die grotere studioflitsers zal je zien dat, dat je vooral dit type connectors zult vinden. Bij dit soort draagbaar model heb je ook nog de hot shoe connector. En die connector gaat rechtstreeks op de camera. Als je wilt gebruik maken van automatische flits, dan is het aan te raden van een flits te nemen van hetzelfde merk als je fototoestel. Nikon, Nikon, Canon, Canon. Maar als je manueel werkt, heeft het totaal geen nut om bij hetzelfde merk te blijven. Want dan ga je werken met instellingen als diafragma, ISO-waarde, meters. Dus dan kan je ook met goedkopere type flitsers, bijvoorbeeld van, als ik het goed spreek, Yongnuo. Op eBay kan je daar verschillende flitsers van vinden die vergelijkbaar zijn met dit type flitser, met een display achteraan waar de instellingen op gebeuren. Nu, om dit type flitser te verbinden met mijn Nikon camera, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dus hier is een hot shoe, die is nu wel nog afgedekt met een beschermend plaatje. Dat plaatje is puur om de contacten te beschermen als je buiten werkt, als je bij regen of vuile modderige omstandigheden of zo. Dan worden die contactpunten een klein beetje afgeschermd. Nu, als ik dat plaatje daar gewoon afhaal, dan zie je hier ook die contactpinnen. Dan kan ik die op elkaar schuiven. Zo, met die schijf kan je die ook nog vastdraaien, zodat die flits er niet, zeker niet afvalt als je werkt. En nu kun je op die manier heel eenvoudig foto's maken. Het grote nadeel van deze setup is uiteraard dat je flits heel direct op je onderwerp valt. Je kan hier softboxes, draagbare softboxes rondplaatsen om dat te verhelpen. Je kan ook gewoon gaan bouncen, dat je de kop zo zet en via het plafond werkt. De diffuser, ja, op zich gaat niet zoveel uithalen, maar je kan nog wel dit plaatje gebruiken om wat meer licht op je onderwerp te krijgen. In een niet rechtstreekse manier. Maar verder is dit de eenvoudigste manier om de twee te verbinden. Telkens als je dus de sluiter laat afgaan, wordt er een contact via de hot shoe naar de flits gestuurd. Hij weet de flits dat hij ook moet gaan. Kijk, dus ongeacht de instelling die ik nu heb, weet ik dat mijn flits mee zal afgaan met mijn fototoestel en dat de flits die daar gemonteerd is, de belichting zal realiseren. Ja, en dan zie ik een goed belichte foto die niet correct scherp gesteld was. Maar dat is volledig mijn fout, uiteraard. Dan heb ik nu een correct belichte en goed scherpgestelde foto. Dus dat is de 1-op-1 verbinding. Nu, zoals gezegd, dat is nadelig voor het type licht wat op het onderwerp valt. Om dat te verhelpen kun je, dus als je die twee loskoppelt, je maakt hier een foto en je gebruikt de flitser met je ene arm zo, in een hoek van plus minus 45 graden, liefst ook een klein beetje lichtjes boven het hoofd. Dus niet in die zin, maar echt gewoon als dat gelijk is met de ooghoogte, gewoon een klein beetje hoger. Maar dan moeten die twee wel kunnen communiceren met elkaar. En dan kan je aan de ene kant, als je geen schrik hebt van draden, als je in een studio werkt bijvoorbeeld, dan kan je eigenlijk adaptertjes kopen voor op deze hot shoe. En dan probeer ik nu mijn adapter, ja, zo. Dergelijke adaptertjes. Die schuiven daarop. En dan heb je hier een vergelijkbaar contactpunt als daarnet. Ja, mijn excuses is een klein beetje het een en het ander nemen. Dus dan heb je op de camera hier een vergelijkbaar contactpunt als dit op de flitser. En dan kan je daartussen
een kabel leggen en die kabels bestaan in verschillende lengtes. Dat is dan vrij lange. Ideaal voor in de studio. Maar voor onderweg is dat natuurlijk zo goed als niet werkbaar. Een alternatief, deze flitsers. Sommige flitsers kunnen ook flitsen op basis van ander flitslicht. Dus van het moment dat een ander flits afgaat, gaat deze flits mee getriggerd worden. En dan kan je op je camera de ingebouwde flitser, wel voor de camera's die een ingebouwde flitser hebben dan uiteraard gebruiken. Daarvan heb je natuurlijk het liefst dat het licht niet op je onderwerp valt, of zo goed als niet. Dus dan kan je hier een kaartje tussen plaatsen, waardoor dat het licht enkel naar die flitser toe gaat. Dus in die zin. Of je kan het flitslicht van deze ook drie stops naar beneden trekken. Zodat er eigenlijk heel weinig licht echt tot je onderwerp komt en in je beeld mee gaat spelen. Dat meer dit licht is wat echt van belang is. Maar dan is dat weinig flitslicht van deze toch voldoende om deze te triggeren. Dat kan ik op zich ook eens laten zien. Dan moet ik hier gewoon dit inschakelen. En als ik nu een foto neem. Dus nu is mijn flitser hier geactiveerd. En ja, die is mee afgegaan. Dan een... Dus dat is een manier om onderweg, als je niks bij hebt om hier tussen te plaatsen, om toch als noodoplossing iets te kunnen doen, of als je wil experimenteren in het begin. Nu, een veel interessanter systeem zijn de zogenaamde draadloze triggers. En die zien er eigenlijk zo uit. Dit is een voorbeeld van een draadloze trigger. Dat is Pixel Pound, staat erop, Wireless Flash Trigger. Nu, er zijn ook weer, ook van Yongnuo zijn daar verschillende opties van. Het systeem is dat je in feite dit stuk op je camera, op de hotshoe van je camera plaatst. En dan kan je verschillende van deze hebben, die ook getriggerd worden op het moment dat deze getriggerd wordt. De communicatie tussen deze twee, dus de beide hebben een batterijke ingebouwd. Hier zit een kleiner batterijtje in, zo'n horlogebatterij. Hierin zitten twee AAA, AAA batterijen. En komt erop neer dat de communicatie tussen die twee, dus niet line of sight, dus het is niet zoals bijvoorbeeld de afstandsbediening van een televisie met infrarood licht, waarbij dat de twee elkaar moeten kunnen zien. Hè. Deze twee werken door radiofrequentie, dus de manier waarop de radio ook werkt. Maar bijvoorbeeld ook garagepoorten van die draadloze stopcontacten en dergelijke meer. Dus daar kan, denk bij deze kan daar 80 meter tussen zitten. Daar kan een aantal obstakels tussen zitten, niet te veel liefst. En dat zal ik hier nog even demonstreren ook. Als ik nu gewoon, dus dit stuk, dit is een hotshoe zoals dat op de camera zit. Daar kan een flits op gemonteerd worden. Dat kan ik heel eenvoudig doen. Dat heeft opnieuw ook die contacten. Zo. Deze is nu specifiek voor Nikon, die Pixel Pound, maar om eerlijk te zijn, hij werkt ook op Sony. Ik weet niet wat dat er juist specifiek voor Nikon aan is. Mijn flits is nog altijd ingeschakeld, denk ik. Ja. Dan kan ik nu door hier af te drukken, kan ik die al triggeren, dan zou je moeten kunnen zien. Maar dus dit wordt gemonteerd op uw fototoestel. Ik heb handen tekort. Ik zou eigenlijk een assistent moeten hebben om dat soort dingen gemakkelijker te maken. Of gewoon een bureau hier voor mij, dat ik alles voor mij kan leggen, dat ik niet continu achter mij moet gaan grijpen. Dus dit stuk monteer ik hierop zoals ik eerder al die flits had gemonteerd. En dan kan ik dus, even voor de veiligheid, mijn polsbandje er rond. Deze is ingeschakeld, deze is ook ingeschakeld. En nu zijn die met elkaar verbonden. Ja, ik moet eerlijk zijn, ik heb absoluut geen idee van de betekenis van die leds hieraan. Die kunnen rood en groen kleuren. Nu zijn die alle twee groen. Ik vond het zelf dat betekent dat alles in orde is en dat de verbinding er is. Maar eerlijk gezegd, ik zou moeten de handleiding lezen om echt te kunnen begrijpen waar het om gaat. En
Het is zelfs zo, met deze set kan je de camera zelf triggeren ook. Maar hoe opnieuw, geen idee. Nu, wat we willen laten zien, nu, is dus de flitssynchronisatie. Dus als ik nu hier de camera laat afgaan, dan zal mijn flits ook mee afgaan. Op basis van die aan de hand van deze radiofrequentie. Communicatie op basis van radiofrequentie. Ik denk dat ze op 2,4 GHz werken, als ik me niet vergis. Dat is wel heel dicht bij wifi. Maar ik zie hier staat een router achter mij en ik zie toch niet echt problemen. Nou ja, uiteindelijk is het ook niet dat je veel data moet communiceren tussen die twee. Dat staat als een garagepoort, je moet enkel zeggen, hup, aan of open. Hier moet je enkel zeggen van, hup, flits, ga af. Het is niet dat je moet communiceren, ja, ga alsjeblieft zo lang aan en uit. Dat is allemaal niet van toepassing. En ik denk als ik nu uitschakel, gaat dat lidje ook uitgaan? Ja. Aha. Dus het groene lidje betekent dat uw camera live is en uw flits ook klaar om af te gaan. Of iets in die zin. Zomaar dan denk ik dat we nu wel de voornaamste opties hebben besproken om flits en camera met elkaar te verbinden op een draadloze manier nog liefst. En dan kunnen we in het volgende filmpje gaan spreken over... Dus we hebben belichting gehad met flits, we hebben communicatie tussen camera en flits gehad. En het volgende filmpje kunnen we dan gaan spreken over over modificatie van licht. Ah, en dan komt er een derde filmpje al ondertussen. Nee, een vierde, dus het derde liedje gaat over... Filmpje. Dus het tweede filmpje is over de communicatie. Het derde filmpje is over het modificeren van het licht, dus... Het zachter maken van licht in veel gevallen. Het reflecteren ook van licht. Om de schaduwplekken op te vangen. En dan het vijfde filmpje. Het zijn al vijf filmpjes ondertussen. Het gaat snel. Het vijfde filmpje zou dan gaan over verschillende studio sets. Dus de manier van opstellen van lichtpunten. Met één lichtpunt, twee lichtpunten en drie lichtpunten. Nu, nog een tip. Als je een flits wegzet, laat die altijd een keer afgaan. Voordat je hem uitschakelt. Zo kun je de condensator een klein beetje ontlasten. Dat hij niet... Dus wat is een condensator? Condensator is eigenlijk hetgeen dat je stroom oplaadt. Waarin de stroom opgeladen wordt van je batterij die klaar zit om dan de flits in één keer enorm veel kracht te geven. Als je zelf sleutelt aan camera's en aan flitsers, heel goed opletten voor die condensators. Die geven dus echt serieuze stroomstoten. Juist omdat die stroom verzameld wordt. En er in één keer uitgaat. Je zou ten eerste niet zijn die zich verbrand of pijn doet, laat ons zeggen, aan een condensator. Oké, bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.